En vanuit die eerste analyse, die clusters die ik straks zal presenteren, ook die te presenteren en daar mensen over in gesprek laten gaan. Wat vind je belangrijk? Waarom vind je dat belangrijk? Wat betekent dan dat er zeker in moet? Wat kunnen we dan misschien laten vallen? Dat is ook een vraag. En als je ze moet afwegen, welke keuzes maak je dan? Want daar is straks ook de persconferentie een paar keer naar verwezen. We kunnen natuurlijk heel veel willen, maar dan gaan we de schooltijd behoorlijk moeten uitbreiden. Dus ook daarin was er een oefening van wat kiezen we dan en waarom kiezen we? Maken we de keuzes die we willen maken. Dat alles eigenlijk heeft dan finaal, al dat materiaal is eigenlijk finaal op 13 mei hier in dit huis binnengebracht geweest, waar dat we een onderwijsfestival hebben georganiseerd samen met de schoollerenkoepel, waar dat we eigenlijk dan al die ideeën en inzichten hebben samengebracht in een festivalformule. Dus verschillende werkvormen, panelgesprekken, speed dating met parlementsleden, een eindtermenmuur waar dat men commentaar kon bij geven, een American debate dat scholieren hebben georganiseerd, stellingenspel. Dus we hebben daar gezocht naar lichte werkvormen, waardoor dat een brede groep aan mensen die er waren en die hadden, we zijn ook blij dat we die hebben kunnen bereiken. Dus er waren 350 scholieren, 350-tal andere mensen, dus die eigenlijk vanuit diverse invalshoeken, onderwijs, niet-onderwijs, eigenlijk op die manier wel met elkaar in gesprek geraakt zijn en die informatie eigenlijk nog verder besproken, gedebatteerd hebben daarover en op die manier wel letterlijk het debat binnen deze muren hebben gebracht. Dus dat is eigenlijk het proces waar dat we dan vandaag ook heel effectief, zoals ik daarnet al begonnen was, het materiaal aan jullie bezorgen om binnen deze commissie dan verder mee aan de slag te gaan. Al dat materiaal samenvatten of daar één conclusie uit trekken is natuurlijk onmogelijk. En ik denk, dit is ook een maatschappelijk debat. Dit is geen onderzoek dat zegt wat dat de gemiddelde Vlaming nu denkt over de eindtermen. Nee, dit is een maatschappelijk debat dat wij ook belangrijk vinden om in zijn breedte eigenlijk te tonen en de diversiteit aan meningen, ideeën ook te kunnen meegeven, omdat dan finaal het verdere politieke werk ook door jullie kan gedaan worden. Het politieke debat dat kan gevoerd worden. Dus ik probeer hier aan de hand van die clusters waar dat we mee gewerkt hebben een eerste aanzet te geven van inhoudrapportering. Belangrijk om te zeggen, dat is een clustering die bottom-up gebeurd is. In die zin dat we met al dat materiaal, en dat we zeer zorgzaam gedaan, gecodeerd is, er controles op toegepast, gercodeerd is, en gezien hebben dat dat een aantal clusters zijn van ideeën die vaak samen voorkomen, of die van belang zijn. Dat is geen voorafname aan een mogelijke structuur of kapstok om eindtermen rond te ontwikkelen. Dat was het opzet niet. Wel om de breedte en de rijkdom van het materiaal weer te geven en daarover verder ook in gesprek te gaan. Je zal ook zien dat die clusters niet zo scherp zijn afgeleid. En dat zal u ook lezen ook in het rapport. Mensen ook wel in de nachten vooral ook hebben aangegeven waar dat er linken zitten. Hè? En waar dat er overlap zit of waar dat er het een iets zonder het andere kan of waar dat er dingen samen zouden kunnen genomen worden. Ik probeer hier beknopt die zaken samen te vatten. Als ik het heb over die eerste cluster, die toch wel een zeer opvallende cluster was, die sterk naar voren kwam, zowel in de 50 dagen als in de 5 nachten, is dat die van zelfkennis en persoonlijke ontwikkeling. Het wordt toch heel sterk benadrukt dat jongeren zichzelf moeten leren kennen, hun talenten moeten weten, om van daaruit eigenlijk hun eigen weg te gaan en goede keuzes te maken. Dus linken die daar worden gelegd is ook met het evenwichtige, veerkrachtige aspect, dus weerbaarheid, zelfvertrouwen, zelfbewustzijn. En vaak ook een link die daarin wordt gelegd is met het omgaan bijvoorbeeld met falen of met tegenslag. Dus
het aspect van doorzetting om uw pad te gaan. Zelfkennis, persoonlijke ontwikkeling. Dus die eerste... Ik heb het niet geklikt. Dus dat was zelfkennis en persoonlijke ontwikkeling. Een tweede cluster is die van sociale en intermenselijke competenties. Dat is zo genoemd omdat het heel duidelijk meer is dan puur sociale vaardigheden. Het gaat ook wel over die sociale vaardigheden. Maar het gaat in deze ook heel vaak expliciet over het leren kennen en kunnen omgaan met diversiteit. Dan is de meest brede, breedst mogelijke betekenis van diversiteit. Heel sterk werd vaak aangegeven zo het respectvol omgaan met andere mensen, met andere meningen. Soms werd ook in het debat de link tussen die eerste cluster en die tweede aangegeven. Je kan maar goed in sociale relaties gaan als je jezelf kent. Of het is belangrijk om eerst goed jezelf te kennen, om in relatie te gaan tot anderen en daar rond samen te zetten. Dus dat zijn dingen die duidelijk vaak naar voren kwamen. Een derde cluster is die van zelfredzaamheid en praktische competenties, hebben we die genoemd. Dat is eigenlijk diegene waar dat de ideeën onder clusters zijn die gaan in de richting van uw plan kunnen trekken. Als je 18 bent, niet te veel stommiteiten begaan. Hè. Dus het idee heel sterk benadrukt van een basis aan financiële kennis, aan juridische kennis, om er te staan als volwassenen. En anderzijds zitten daar ook een aantal meer praktische echte competenties in, zoals EHBO is al gezegd, veiligheid op straat, tweede dactylo enzovoort. Hè. Dus het leren klussen, zo het idee van moeten uw plan kunnen trekken. Hè. Zo zou het ook kunnen samen. Dat zijn die sterk uit de 50 dagen kwam. Daar was duidelijk meer discussie over bij de nachten, waar dat het dan vooral, en ik kom daar straks nog eventjes op terug, de vraag was van, is dat iets wat op school moet geleerd worden? En dan kom je tot een belangrijk vraagstuk in deze ook altijd weer, wat is de rol van onderwijs, wat is de rol van ouders, wat is de rol van andere actoren in ons bestel? Een vierde cluster is dan een meer klassieke cluster, die van kennis en gebruik van talen. Waar dat het in eerste instantie gaat over Nederlands, maar ook zodat eigenlijk toch wel iedereen een basis van Frans en van Engels zou moeten kunnen. Er wordt dan sterk de nadruk gelegd op het mondeling bedoel ik, toepassen van talen, zich vlot kunnen uitdrukken. Maar anderzijds wordt er ook gezegd van dat taalbeschouwing, taaltheorie, toch ook wel zijn plaats verdienen en ook relevant zijn. Ook, en daar wordt dan vaak het brugje gemaakt met wat we straks ook nog gaan zien, met kunst en cultuur, maar ook met maatschappelijke context. Een vijfde cluster is die van kritische en probleemoplossend denken. Kritisch, out of the box en probleemoplossend denken betekent dus, als we kijken naar het materiaal wat dat debat heeft opgeleverd, dat jongeren niet gewoon alles aannemen. Dat ze durven, dat ze dus met een kritische bril durven leren kijken en ook daarbij hun creativiteit inzetten om innovatief en oplossingsgericht te kijken naar de toekomst en de problemen van vandaag en morgen op die manier ook proberen oplossen. Dus het staat heel duidelijk dat verhalen van kritisch kijken, maar ook van toekomstgericht meedenken, probleemoplossend eigenlijk met de maatschappelijke uitdagingen omgaan. Een volgende cluster is die van kennis van en omgaan met politieke en maatschappelijke vraagstukken. Zou je kunnen samenvatten onder die elementen die gaan rond burgerzin, burgerschap, maar ook soms wat breder gaan in de zin van tonen dat je een goede of geëngageerde burger zijn. Dus ook elementen als engagement zitten hieronder. En daarnaast het inzicht, de kennis die je moet hebben om te kunnen inschatten wat dat eigenlijk de maatschappelijke, economische en politieke context is. En niet alleen hier in Vlaanderen, maar eigenlijk ook internationaal, mondiaal. Dus
zijn elementen die hier sterk naar voren komen. Dan komen we tot de zevende clusters, dat zijn die van leercompetenties. Ik denk dat het tussen duidelijk is dat leren niet stopt na het secundair onderwijs of het hoger onderwijs. Het is iets wat we blijven moeten doen. En dus ook hier wordt sterk de nadruk gelegd op van ja, levenslang leren, maar ook levensbreed leren, een brede blik krijgen. Aandacht te hebben voor de volledige ontwikkeling, niet te specifiek, alleen inzoomen. Dus dat zijn elementen die hier aan bod komen. Opvallend is ook wel dat hier dan de link vaak wordt gelegd met wat we straks ook een stukje gezien hebben rond zelfkennis. Het aandacht voor welbevinden en u goed in uw vel voelen. Komt hier ook de dingen van ja, welbevinden in de zin van graag naar school blijven gaan, nieuwsgierigheid blijven zien geprikkeld en ja, op die manier eigenlijk het enthousiasme voor leren te behouden. De volgende cluster is die van kennis en omgaan met levensbeschouwelijke en ethische vraagstukken. Waar dat je ziet dat in het debat er soms enerzijds wordt gezegd van een stukje van kennis. Je moet weten wat de verschillende levensbeschouwingen zijn, wat verschillende wereldreligies zijn. Maar anderzijds wordt ook wel heel sterk benadrukt, het gaat niet alleen of niet vooral om kennis, het gaat ook om het omgaan met de openheid, het respect, het in gesprek, in dialoog gaan met verschillen op dat vlak. Ja, en daaraan gekoppeld ook een stukje het identiteitsverhaal, van uw identiteit opbouwen. Gekoppeld ook natuurlijk met normen en waarden. Wat vinden we belangrijk? Rechten en plichten. Dus dat zijn elementen die daar dikwijls aan gekoppeld worden. U ziet hier ook, als de nadruk ligt op dat omgaan met, zit je natuurlijk ook met wat we daar straks hadden rond die sociale intermenselijke competenties. Het werd ook in een aantal keer zo benoemd, want het gaat eigenlijk over het leren samen leven. Dat is eigenlijk waar dat we belangrijk vinden dat jongeren dat leren op school. En ook geen verrassende, denk ik, maar die van kennis van en omgaan met ICT en nieuwe media. Maar ook hier zie je dat er wordt gezegd van enerzijds moeten ze uiteraard wat ICT-vaardig zijn, moet er een stukje kennis zijn, maar dat is al een heel ander verhaal dan een aantal jaar geleden. Ook in de thuissituatie en in het sociale leven speelt ICT een veel belangrijke rol. Maar in die zin wordt het ook alsmaar belangrijker om daar kritisch tegenover te kunnen blijven staan. En dus mediawijs te zijn en daar mee te leren omgaan in het omgaan met informatie. Ook met beelden. Dus het beeldgeletterdheid kwam in deze context ook vaak of ook regelmatig aan bod. Dat is iets dat toch relevant is. Er werd ook gewezen van het omgaan met kan ook zijn van het disconnecteren van media of sociale media en je bewuste keuzes daarin maken. Dus heel dat vraagstuk van hoe doe je dat, hoe ga je met die informatie om, actief en passief. De tiende cluster is die van kennis van en omgaan met duurzaamheidsvraagstukken. Het gaat over die fysieke wereld waarop we leven en hier zorgzaam mee omgaan. Een stukje inzicht in de consequenties die het gedrag of de manier waarop wij met zaken omgaan hebben op onze planeet, op de aarde. Hier wordt ook vaak verwezen naar heel het systeemdenken. Zien dat er interdependenties zijn vanuit een zorg voor de toekomst. Ook hier uiteraard wat overlap met die wetenschappelijke competenties waar we over hadden en ook uiteraard die kritische competenties. Een elfde cluster gaat rond die professionele competenties. Daar hebben we die onder geclusterd waar dat expliciet verwezen wordt naar de arbeidscontext. De vraag was wel duidelijk voor alle kinderen en jongeren, dus het ging niet naar een specifiek beroep. Maar we zagen toch een heel aantal mensen die ook wel wat generieke, meer professionele, arbeidsgerichte competenties aangaven, zoals flexibiliteit, leren solliciteren, projectmatig werken, leren vergaderen,
ondernemerschap. Dat zijn elementen die daar onder geclusterd zijn. En het tweede gaat dan over die wetenschappelijke en onderzoekscompetenties. Hier ook duidelijk natuurlijk een beetje link naar dat kritische, naar dat probleemoplossend denken. Ook een stukje naar die leercompetenties. Maar er zijn die dingen geclusterd waar dat effectief wordt ook benadrukt naar ja, het leren zien en het leggen van verbanden. En ook het bouwen, zelf bouwen van kennis door het combineren van verschillende elementen om zo eigenlijk te komen tot een soort nieuwe kennis. Dus ook leerlingen warm maken voor dat onderzoeksgegeven, dat zelf op zoek gaan naar kennis, het bouwen van kennis en daarvoor dus competenties en methodieken aanreiken. Werd ook hier in dit kader ook die elementen die, zoals wiskunde en statistiek wordt hier ook ondergeschreven en ook die elementen die benoemd worden onder STEM. Hè. Dus dat zijn ook die zaken die we eigenlijk onder deze cluster hebben samengenomen. Dan komen we op een 13e cluster, dus de cluster van kunst en cultuur. Waar dat er benadrukt wordt dat het een actief en een passief verhaal mag zijn. Hè. Dus jongeren moeten uitgedaagd worden om het zelf een stukje te doen, maar zeker ook om ervan te genieten. Waar dat ook terug gezegd wordt, net zoals in de nieuwsgierigheid van daarstraks, dat de goesting, de verwondering moet blijven geprikkeld worden. En ook daar wordt dan natuurlijk linken gelegd met identiteitsontwikkeling, maar ook met het omgaan met diversiteit. Ja. En dan kom ik tot de 14e cluster, waar daar geen afzonderlijke slide voor is, omdat we die op die manier niet op de nachten hebben besproken. Omdat we duidelijk wel die als een onderliggende vraag hadden van ja, binnen die domeinen, binnen die clusters, wat is daar de basis die je moet kennen? En wat we gemerkt hebben in het debat, is dat dat een moeilijke vraag is. Dat mensen op zich het belang van basiskennis niet in vraag willen stellen, maar het benoemen van wat dat die basis is, wel een heel moeilijke vraag vinden. Er is straks een voorbeeld gegeven van ja, ze moeten basis rekenen kunnen, basis wiskunde, maar wat is dat dan? Tot waar gaat dat dan? Hoort driehoeksmeetkunde daar nog bij? Hoe ver gaat dat in voor iedereen? Dus dat wordt een heel technisch gegeven. Hetzelfde heeft heel vaak wat boeiend gespreksmateriaal opgeleverd van oké, je moet elkaar in dialoog gaan en je hebt omgaan met verschillen, maar hoeveel moet je dan effectief weten van elkaar? Hoeveel kennis moet je dan bijvoorbeeld hebben over, ik neem u maar dat voorbeeld, over die verschillende religies? Hoe verbindt dan zich het omgaan met de kennis? Dus een heel boeiend vraagstuk. Burgers hebben moeite om daar concrete antwoorden op te geven, wat niet betekent dat ze daar niet belangrijk vinden. Ik pik er nu maar een aantal zaken uit. Dat zie je hier op die volgende slides, is dat het derde punt, dat basiskennis wat ik net genoemd heb. Maar als je het globaal genomen ziet, valt op wel die grote aandacht die er toch wel is voor persoonlijke ontwikkeling, zelfkennis, gekoppeld aan het zich goed voelen, welbevinden en zelfvertrouwen opbouwen. En anderzijds, het hele sociale component, de aandacht die er toch is voor dat samen leren. Sociale vaardigheden, maar ook het omgaan met diversiteit, respect enzovoort, dat toch wel eruit springt. Nu, we hebben nu volgens een aantal clusters die thematisch zijn opgebouwd. Ik heb hier gewoon een aantal rode draden die eigenlijk door die clusters gaan benoemd. Opvallend is toch wel die belang dat men hecht aan die creativiteit, het innovatie, out-of-the-box denken. Een ander iets is wat ook in verschillende clusters terugkomt en in de verschillende debatten telkens opnieuw naar voren kwam, is het linken leggen, het verbanden leggen, het systeem denken. Een ander element, niet verrassend wellicht, is dat kritisch, dat onderzoekend kijken. Ik heb het daarnet ook al een aantal keren horen benoemen. En dan ook dat aandacht voor dat welbevinden van die leerlingen en die algemene gezondheid, zowel fysiek als psychisch, als belangrijk aandachtspunt. Nu als laatste, gewoon kort enkele reflecties
Van onze kant uit, vind dat ook terug in het rapport, ja, wat dat we hier merkten in die debatten is heel duidelijk de moeilijkheid of de complexiteit die in het gesprek natuurlijk wel komt. Als je begint, start vanuit een inhoudelijke vraag, en dat was het heel duidelijk, en wat wil je dat ze leren? Hè? Dus het ging van, wat willen dat ze kunnen? En dat dat natuurlijk niet altijd zo los te zien is van de hoe-vraag. Hè? Hoe gaan we dat dan doen? Hè? Of als je dan pleit voor verbanden, voor contextualisering, heb je natuurlijk ook, gaat het debat ook wel heel graag van, ja, moet je die vakkenstructuur nog houden? Moeten we onze scholen op die manier nog organiseren? En krijg je heel dat vraagstuk. Hè? Dus ik geef gewoon maar mee. En dat is op zich een opvallende vaststelling als je ziet hoe dat het debat daarover gelopen is. Een andere, ik heb daarnet ook al zijdelings vermeld, ja, wie zijn verantwoordelijkheid is het om wat mee te geven aan die jongeren? Hè? Wat is dan de functie vanuit de school? Wat is de functie van de ouders? En het debat waar dat dan gaat, waar dat heel wat mensen pleiten van, ja, oké, dat zelfredzaamheid verhaal bijvoorbeeld, maar zelfs in het debat rond kunst en cultuur is dat een aantal keren aan bod gekomen. Ja, moet de school dat wel doen? Kunnen ouders dat niet? Of kunnen organisaties buiten school dat niet opnemen? Waar je natuurlijk ook de argumenten krijgt van, het is ook wel niet voor iedereen zo evident om dat van thuis uit mee te krijgen. Dus wat doe je dan daarmee? En heeft de school daar dan niet net een functie in om dat wel mee op te nemen? Een laatste opmerking waar ik mee wil afsluiten is dan, ja, als je ziet wat dat hieruit komt, zijn dat niet de klassieke vakken of de klassieke inhouden? Of voel je dat dat moeilijk concreet die basiskennis is? Uiteraard hebben mensen wel ook aangegeven wat dat ze belangrijk vinden. En dan laat ik nog voor een stuk in het midden of dat dan altijd is datgene wat dat ze missen. Hè? Ik denk voor een aantal gevallen dat zeker ook wel zo is. Maar ik denk dat je op die manier ook naar dat materiaal moet kijken. En dat dan heel het keuzevraagstuk, hè, waar dat dan vaak terug naar verwezen wordt van ja, als we al die optelsom maken van wat dat iedereen mist, ja, waar zitten we dan? Hè? Dat natuurlijk de uitdaging is waar dat jullie nu voor staan eigenlijk. Hè. Dus op die manier denk ik dat mijn verhaal hier rond is. Ja, dank u wel. We gaan meteen ook luisteren naar de input die de Vlaamse scholierenkoepel ons geeft. Dus zij hebben een bevraging gedaan bij de leerlingen over de inhouden. En het is interessant om ook te weten wat daarin naar voren gekomen is. En Mona gaat als eerste het woord nemen. Hallo iedereen, ik ben Mona. En ik ben Ergis. Wij zijn twee leden van de Vlaamse scholierenkoepel, van de 10, een project van de Vlaamse scholierenkoepel. En wij zijn samengebracht door VSK, uiteraard. En in opdracht van jullie, het Vlaams parlement, hebben wij de afgelopen maanden heel veel scholieren bevraagd over wat zij nu precies willen dat de nieuwe eindtermen worden. Nu, dat lijkt een heel simpele vraag. Absoluut geen simpele opdracht. Maar het was wel heel leerrijk, heel boeiend. En we zijn dan ook heel trots dat wij vandaag aan jullie het scholierenrapport mogen voorstellen. Nu, het rapport dat jullie nu voor jullie hebben, dat bevat maar liefst 17.000 jonge stemmen over de nieuwe eindtermen. Nu, de leerlingen die hun mening dus hebben gegeven over de nieuwe eindtermen, die volgden les in 75 verschillende scholen, zoals jullie zien. 39 daarvan die kwamen uit het katholiek onderwijs, 31 daarvan uit het gemeenschapsonderwijs, 4 stedelijke scholen en 1 provinciale school. De 75 scholen die we ondervraagd hebben, zijn mooi verspreid over heel Vlaanderen en Brussel, zoals jullie kunnen zien. En het is natuurlijk de bedoeling dat we niet heel het eindtermdebat centraliseren tot 1 provincie, maar de stem van alle scholieren in elke provincie gaan bevragen. De diverse onderwijsvormen vormen natuurlijk ook wel een broodnodige zaak. Zo hebben we ervoor gezorgd dat alle onderwijsvormen aan bod zijn gekomen, zoals jullie zien, om puur ook te tonen dat elke onderwijsvorm haar eigen accenten legt op de eindtermen en ook zegt van ik vind dit belangrijker dan hetgene dat een ander onderwijsvorm belangrijker vindt. En we hebben een beetje gepeild naar jullie wiskundekennis. Wie dat eigenlijk goed opgelet heeft gezien dat wanneer jullie alle cijfers op het taartdiagram gaan optellen, dat jullie niet aan 75 komen. Dit is puur omdat sommige scholen meer dan 1 onderwijsvormen aanbieden.
Nu, 17.000 jonge stemmen. De vraag is even straks, mevrouw. Ja, 17.000 jonge stemmen, die worden natuurlijk niet zomaar verzameld. Hoe hebben wij dit nu aangepakt? Daar is een heel traject aan vooraf gegaan. En dat traject begon op dag van de 100 in februari in het Vlaams parlement. Nu, enkele van jullie, ik herken jullie nog, die waren daar ook om zo de sfeer op te snuiven. Ik denk wel dat jullie hebben gemerkt dat dat meteen wel eenheid heeft geschept tussen alle scholen die deelnamen. En dat dat, ja, een goede motivatie was om eraan te beginnen. Nu, op die dag van de 100 zijn er 96 scholieren van 47 verschillende scholen verwelkomd door ons. En wij hebben voor iedere school een plan, een actieplan op maat gemaakt om dus het debat rond de eindtermen in hun school te starten. En dan na dag van de 100 zijn zij in iedere school aan de slag gegaan. Sommige mensen hebben hele grote debatten gevoerd. Andere scholen hadden grote post-it walls met allemaal ideeën. Hele variërende dingen waren het. En iedere school is ook gecoacht geweest door één iemand van ons. Dus ze zijn goed opgevolgd. Naast de talloze inspraakprojecten die de scholieren zelf hebben georganiseerd, zijn we met de Vlaamse scholierenkoepel ook zelf op pad gegaan. Puur omdat we zagen dat bepaalde profielen in de resultaten zelf, dat die daar niet bij zaten. Vandaar dat we dus naar scholen zijn gegaan en die profielen eigenlijk vervolledigd hebben om zo eigenlijk een hele representativiteit te hebben. Puur omdat de Vlaamse scholierenkoepel houdt van een gezonde mix. En dan was er de grote climax van het hele inspraaktraject. Dat was nog maar pas in mei. Dat was het onderwijsfestival. Ook hier in het Vlaams parlement. En daar kwamen voor de laatste keer 400 scholieren en 400 volwassenen samen. En dat was een mooie mix van alle meningen. Daar konden we voor het laatst onze mening geven, onze stem over de nieuwe eindtermen. Daar waren lezingen van experts, talks van scholieren zoals wij. Dat was een heel inspirerend laatste stap. We hebben dan alle resultaten van alle inspraakmomenten verzameld, samen met de Vlaamse scholierkoepel. En we zagen daar mooie linken, we zijn ook een beetje gaan uittypen. Maar naast, de scholieren hebben dus hun mening daarover gegeven, maar daarnaast hebben ze ook nog meer vormgegeven aan het scholierenrapport. Ja, en dan hebben we het inspraaktraject gehad, maar dan rijst natuurlijk de grote vraag wat dat leerlingen echt willen. Wat zij nu effectief willen als de nieuwe eindtermen. En de resultaten kan u lezen in het eindtermenrapport. Maar we zouden jullie toch graag eens meenemen in vogelvlucht door alle resultaten heen. En in het rapport hebben we alle meningen van die 17.000 scholieren in 6 grote thema's onderverdeeld. En het eerste thema is gezond en wel. Ja, een groot deel van de gezond en wel op school is het gezondheidsbeleid dat de school hanteert. En meestal zien we nu dat dat eerder zo'n nee-beleid is. Dus geen frisdrankautomaat op de speelplaats, geen frietjes tijdens schooluitstappen, al het ongezonde bannen. Terwijl als we daar een positief verhaal van zouden maken en leerlingen echt actief zouden betrekken daarin, ja, dat zou veel effectiever zijn. Want we zien dat ze bol staan van de ideeën om een gezonder beleid te voeren, maar dat gebeurt niet echt. Dan staan scholieren ook graag stil bij hun eigen eetgewoontes en dan willen ze dat nemen als uitgangspunt voor een gezondere levensstijl. Dus we hebben heel erg gemerkt dat leerlingen dus interesse tonen, maar dat die interesse begint vanuit zichzelf. Zo was er ook de vraag van heel veel leerlingen hoe hun eigen lichaam werkt. Dat klinkt nu misschien simplistisch, maar zo begint wel gezond leven. Het besef dat hoe je eigen lichaam werkt. En dan is er de grote boosdoener waarmee gezond en wel meteen wordt geassocieerd, LO. Nu, voor velen... ja, vind ik wel. Allee, het is nu 2 uur pret voor echte sporters en atleten, maar voor het merendeel is dat echt een kwelling van 2 uur. Terwijl op zich, LO zou een trigger moeten zijn om goesting te kweken en je kennis te laten maken met verschillende sporten. Dus daarin zouden wij pleiten voor meer keuze en eventueel een individuelere aanpak. Dus LO zou meer goesting moeten kweken. En dan, last but not least, zouden veel jongeren het graag opener hebben over verslavingen. Ze zouden graag het taboe daar rond doorbreken en het willen hebben over de werking van verslavende middelen en de gevolgen. Ja, een tweede belangrijke thema is mentaal in evenwicht. Ja, stressbestendigheid. Jongeren vandaag worden sowieso al geconfronteerd met stress, maar ook volwassenen zelf. Maar de vraag rijst natuurlijk, ja,
van waar komt dat opeens? Wat zijn de oorzaken van stress en hoe moet ik daar nu eigenlijk mee omgaan? Wel, een van de oorzaken is dat het onderwijs intolerant is voor falen. Ik heb gisteren nog voor mijn toets wiskunde een 4 op 10 gehaald. Ik ben er eigenlijk nog altijd niet goed van. Maar het probleem is, dat ik dus eigenlijk bang ben om te falen, maar ik ben ook bang om nog een keer te gaan proberen. Omdat ik dan zeg van ja, ik ga dan toch weer falen. Daar is dan niet genoeg ruimte voor in het onderwijs zelf. Dat is die puntencultuur eigenlijk die het vormt. En ja, over psychisch welzijn bij jongeren zelf heerst sowieso al een heel taboe rond. En ik vind dat wel, we vinden dat echt zeer jammer. Waarom heerst dat nu eigenlijk een heel taboe rond? Is het eigenlijk niet beter als we evolueren naar een maatschappij waarbij jongeren gewoon met hun vrienden al over psychisch welzijn kunnen gaan praten met hun leerkrachten, met hun ouders? Nog zoiets waar ook een taboe over heerst is, zijn de leerstoornissen. Jongeren zijn daar totaal niet van op de hoogte. Ze weten niet waarom dat bijvoorbeeld zijn of haar vriendin daar een D'tje boven zijn of haar toets gaat zetten. Dus eigenlijk meer gaan leren over leerstoornissen, ja, hoe dat dan nu eigenlijk komt. Want we zijn er zeker van, we zijn ervan overtuigd dat de jongeren daar meer begrip voor zullen kunnen gaan hebben. Dan brengt het ons bij thema 3, dat is eigen kracht. Nu, ieder schoolgaand wezen is uniek, heeft zijn eigen persoonlijke kenmerken. En de school die zou hier meer ruimte voor moeten creëren. Het is normaal dat je vanaf het eerste middelbaar nog niet weet waarin je precies uitblinkt. En daarin heeft de school een unieke kans om ruimte te maken voor dat zoekproces. En het zou jammer zijn moest het zoekproces naar eigen talent leiden tot slechte punten, wat nu vaak het geval is, terwijl daar eigenlijk een hele mooie kans ligt. Langs de andere kant, mensen die wel al er rotsvast van overtuigd zijn waar zij in uitblinken, die zouden meer, daar zou de school meer op moeten inspelen. En zo kan degene die al hebben ontdekt wat hun talenten zijn, die kunnen daarop verder bouwen. Die kunnen al verder bouwen op hun eigen kennis en op hun vaardigheden. En zo kan iedereen op een eigen tempo en op zijn eigen niveau school gaan. En zo blijft iedereen gemotiveerder en geboeider. En dan is er ook nog een heel erg grote vraag naar meer creativiteit in het onderwijs. Wij zouden graag een ander deel van onze hersenen activeren dat nu vaak stil ligt in de les. En dat is niet gewoon herkouwen wat de leerkracht zegt en knikken. Maar dat is echt ook gewoon soms eens beseffen dat we het niet begrijpen. Want nu is het heel veel een kwestie van, we begrijpen het, we gaan door, zien dat iets logisch is en dan knikken. Maar bijvoorbeeld als we meer kunst gaan bespreken of meer gesprekken gaan houden rond dingen die minder voor de hand liggen, dan komen we echt voor een soort, geen muur te staan, maar dan beseffen we dat we iets niet begrijpen. En vanuit dat punt denk ik dat heel interessante gesprekken kunnen ontstaan. Dus dat valt onder die creativiteit. Ja, leerlingen willen eigenlijk ook vooral klaarstaan in het leven zelf. Het leerstof die we nu te verwerken hebben moet veel relevanter zijn, moet ook veel bruikbaarder zijn. Ik ga jullie een voorbeeld geven, want ik zie hier een paar wenkbrauwen fronsen. Er zijn bijvoorbeeld simpele praktische zaken, zoals leren koken of juist de huishouden, administratie. Waarom? De vraag is al gevallen, ook in de media zegt men vaak van moet school eigenlijk alles doen? Wel, niet iedere leerling krijgt de kans om na zijn of haar schooluren aan die voorwaarden of die vaardigheden te gaan voldoen. Dan nog zoiets, talen, hot item, zeker bij scholieren, zeer belangrijk. En het probleem is, ik ga dit jaar nu afstuderen en ik weet sowieso al dat meer dan de helft van mijn klas geen woordje Frans gaat kunnen spreken. Dat echt. En hoe komt dat nu? Scholieren zijn vragende partij om meer talen in de praktijk te gaan omzetten. We krijgen veel vocabulaire, we krijgen veel grammatica. Maar wat ben je ermee als je eigenlijk niet kunt gaan spreken daarmee? Nu, wat we vaak doen, of in de praktijk, is eigenlijk gewoon een toneeltje gaan voordragen voor heel de klas van 5 à 10 zinnen. En dan is de eindterm voor het praktiseren van de taal al voldaan. We zouden daar niet mogen evolueren. Moderne technologie, het is niet weg te denken uit het leven van scholieren. Denk maar aan Facebook, er zijn veel voordelen aan verbonden, maar ook zeer veel gevaren. En we moeten jongeren daarover gaan duiden wat die gevaren nu juist zijn en hoe dat ze die kunnen gaan ontwijken. Het professioneel leven, daar doen we het uiteindelijk wel voor. Maar alsjeblieft, laat ons niet in contact komen met het professioneel leven door een infofilmpje of door een brochure of door een cursus die we vandaag krijgen en standaardags een toets over krijgen. Maar laat ons gewoon alles in de praktijk. Laat ons gewoon met de praktijk kennis maken.
Leerlingen die willen graag met elkaar verbonden zijn en dat is thema 5. Natuurlijk, een hoeksteen van de samenleving vandaag is respect hebben voor elkaar. Leerlingen willen daar heel graag aan mee timmeren. Niet alleen onderling onder de leerlingen, maar ook respect tussen leerkrachten en leerlingen. En een stevig anti-pestbeleid is een groot deel van dat respect hebben voor elkaar. Want ja, natuurlijk, respect hebben voor elkaar, je kunt er wel over leren, maar als het in de praktijk niet wordt omgezet, zijn dat holle begrippen. Scholieren die willen ook heel graag met elkaar leren communiceren, een goed gesprek met handen en voeten hebben. En ja, dat is dan niet alleen zelf uw mening genuanceerd kunnen verwoorden, maar ook naar de anderen luisteren, empathie tonen en zelfs als uw ideeën niet stroken met die van de ander, toch het gesprek verder zetten. En dan hebben we nog relaties en seks. Nu, dat wordt vandaag op school nog altijd in de doofpot gestoken, alsof het een groot taboe is, terwijl dat bij ons, allez, dat is een groot deel van de leefwereld van jongeren. En als er dan al aandacht wordt geschonken op school, dan worden we heel erg gewaarschuwd voor de gevaren ervan. Dan is het pas op, kindertjes, want het is gevaarlijk. Terwijl het ook gewoon heel leuk kan zijn. En dat mag ook wel gezegd worden. Ja. Ja hoor, u moet maar eens komen kijken. Het is zo. De vragen zijn voor straks, mevrouw Bruxelles. Dank u wel. Schrijf maar allemaal op. Nee, maar een groot deel van de seksuele opvoeding... Het ging over het scholierenrapport, eerlijk gezegd. Ah ja, oké. Okay. Ja, een groot deel van seksuele opvoeding is dus respect hebben, de grenzen van de ander kennen, maar ook openstaan voor seksuele diversiteit. Want het is een heel groot stereotype jonge meisje die van elkaar houden, maar op zich anno 2016, jonge, meisje, meisje, dus even grote liefde. En het zesde en laatste thema, jammer genoeg, is met beide voeten in de wereld. Wat zeer opmerkelijk is, dat jongeren veel kritischer willen te werk gaan. Ze willen geen papegaaienwerk verrichten, daar zijn we niet akkoord mee. Ze willen juist de tools krijgen om kritischer te werk te gaan. Maar ook, wat daar ook een zeker onderdeel van is, zijn eigenlijk andere culturen en religies. Die verdraagzaamheid creëren, het respect creëren voor andere culturen en religies, daar meer in contact mee komen, meer informatie over gaan, onderling informatie over gaan uitwisselen. En dat ja, natuurlijk... Politiek, economie en ecologie vormen vandaag de dag onze maatschappij natuurlijk. Maar het probleem is, het vormt onze maatschappij, maar het probleem is dat jongeren daar niet veel over weten, terwijl zij wel de toekomst vormen. Daarom zijn we natuurlijk vragen de partij dat we jongeren daar ook meer over gaan beginnen duiden. Dan mijn laatste puntje, ik ga het gewoon zeggen, burgerschap. Er is daar veel over gedaan. En inderdaad, jongeren zijn daar ook vragende partij over. Jongeren willen ook goede burgers worden later. En geloof me, democratische waarden, dat leer je niet uit een handboek. Je moet jongeren actief gaan betrekken bij het beleid. Je moet jongeren actief gaan duiden ook over het beleid zelf. En dat kan heel klein beginnen, bijvoorbeeld in het leerlingenraad zelf. Maar wij zien het ook veel breder. Met het eindterm debat vinden we wel dat we daar een goede zet in gezet hebben en dat we ook andere jongeren eigenlijk in gang gezet hebben om te denken over het beleid zelf. Dat waren onze 6 grote thema's. Maar nu hebben we gezien dat er in alle thema's een paar overlappende dingen waren, een paar rode draden. En die rode draden die vormen de basis voor voorwaarden voor sterke eindtermen. En die voorwaarden hebben we voor jullie en voor onszelf opgeleid en die gaan we nog even overlopen. De eerste voorwaarden zijn eigenlijk dat de sterke eindterm een logisch samenhang moet vormen. Vandaag de dag worden de vakken veel te veel in een hokje gestopt, terwijl dat daar eigenlijk zeer mooie linken in kunnen gelegd worden. Sterke eindtermen die moeten ook de wereld weerspiegelen, want dingen die we leren op school die staan onlosmakelijk verbonden met hetgeen zich buiten de schoolmuren afspeelt. Ze moeten ook meer aandacht hebben voor het individu zelf. Elke leerling is anders, gelukkig maar ook. Wat dan eenheidsworst, ja, daar doen we niet echt aan mee. De eindtermen die moeten de leerlingen ook kritisch leren denken. Niet zomaar herkouwen wat de leerkracht vooraan in de klas zegt, maar ook zelf echt de hersenen gebruiken. Ze moeten ook meer in de linken leggen met de praktijk zelf, met het echte leven ook. En scholieren die vragen heel erg om participatie, want begrippen als burgerschap die zijn maar hol als er niks mee wordt gedaan binnen de schoolmuren. Maar sterke eindtermen moeten ook leerlingen leren omgaan met de diversiteit die in onze moderne wereld zit.
en sterke eindtermen die moeten oog hebben voor zelfstandigheid en voor praktijk, zodat de leerlingen ook buiten de schoolmuren op hun eigen benen kunnen staan en hun ding kunnen doen. Ziezo, dat was het wat ons betreft. Voor veel meer kunnen jullie terecht in het scholierenrapport. Heel erg bedankt voor jullie luisterbereidheid, jullie aanwezigheid sowieso. We zijn heel benieuwd wat jullie gaan doen met de input van de 17.000 scholieren. En wij verwelkomen jullie vragen graag. Mevrouw Brusseel, start maar hoor. Ja. Goed, ja. Heel erg bedankt voor deze toelichting. Jullie hebben gezegd, ja, we zijn erg nieuwsgierig naar wat jullie gaan doen met het resultaat van het werk dat wij hier neerleggen. Wij gaan daar vanaf nu zeer ernstig mee aan de slag. En wij gaan starten met de inhouden die jullie aanleveren in eerste instantie heel grondig te analyseren. En om dan te kijken welke conclusies kunnen we daaruit trekken. En om dan ook te kijken wat betekent dat nu precies als we dan ook kijken naar de eindtermen die we vandaag al hebben. Want het is niet dat we van een leeg blad vertrekken. We hebben al eindtermen met datgene wat jullie nu aangeven. Ja, wat betekent dat dan aan de wijzigingen die we moeten doorvoeren? Dus we gaan daar vanaf nu mee aan de slag. Dat gaat morgen niet af zijn. We gaan daar toch wel wat tijd voor nodig hebben. Maar we gaan daar zeker en vast heel wat mee doen. Maar belangrijk is dat wij vandaag alle vragen kunnen stellen die wij hebben bij de rapporten die jullie afleveren, zodanig dat we ook in staat zijn om er effectief mee aan de slag te gaan. Hè. Dus collega's, wie heeft er bijkomende vragen? Collega Brusseel. Ja, dank u. Is eigenlijk voorafgaand aan het debat langs beide zijden, is er eigenlijk duidelijk gemaakt wat het onderscheid is naar alle deelnemers toe tussen een eindterm die moet kunnen omgezet worden in concrete lesdoelstellingen of een pedagogisch project? Dat lijkt mij toch wel iets anders te zijn. Dus ik vraag me dus af of dat mogelijkheid wel overwogen is om alles in eindtermen te gieten. Want er zijn een aantal zaken... Absoluut, mijn grapjes van daarnet niet zo ernstig nemen. Er zijn een aantal zaken die bijvoorbeeld nu al wel in eindtermen zitten. Zijn die eindtermen, is dat dan tijdens jullie debatten niet besproken, wat dat eigenlijk wel al eindtermen zijn? Bestaande eindtermen, want ik zie bepaalde vragen waarvan ik zeker ben dat zal beantwoord worden vandaag. Ja? Als je dan nog het onderscheid zou maken, dat is een laatste vraag, tussen wat dat vakoverschrijdende eindtermen zijn of waren en wat dat vakgebonden eindtermen zijn. Of dat daar onderscheid tussen gemaakt is. Maar vooral eigenlijk onderscheid tussen wat een eindterm kan worden, die dus kan omgezet worden in een concrete lesdoelstelling. Want ik nodig u uit om dat te proberen, hè, uw lijst om te zetten in concrete lesdoelstellingen en lesinhouden. Is die oefening gemaakt? Dat is mijn vraag. Collega Kregels. Ja, dank u wel. Mevrouw de voorzitter, ik wil eerst ook beide partijen die de oefening gedaan hebben proficiat wensen, ook zeker ook wel de scholierenkoepel en uiteraard ook de VUR. Maar ik vind het heel goed om ze nu allebei eens naast elkaar te horen. En ik denk dat het ook heel goed is geweest dat ze voor een stukje wel door elkaar, maar ook naast elkaar gebeurd zijn. Omdat hier komen toch wel wat verschillende dingen naar voren, ook gelijkende dingen uiteraard. Maar de manier waarop jullie het aangepakt hebben en ook de manier waarop jullie het nu brengen, is vanuit een andere insteek, een iets wat volwassener denkwijze en een iets wat jeugdigere denkwijze. Dus ik denk dat het heel goed is dat wij beide wegen die nu samenkomen op deze manier behandeld zien. Dus ik denk dat dat een heel goed gegeven is. Nu, het is inderdaad zo, wij moeten daarmee aan de slag. En daarom was ik een beetje ook in het onderzoek nu, of het rapport dat we vandaag gekregen hebben van de VUR, een beetje gaan kijken. Nu, als ik het goed begrepen heb, dan zijn we eigenlijk gestart vanuit vier vragen. Namelijk, wat moeten we leren om deel te nemen aan de maatschappij van morgen? Wat moeten we leren om onze persoonlijke ontwikkeling voluit te kunnen stimuleren? Wat moeten we leren om later aan het werk te gaan? En wat moeten we leren om altijd de zin te hebben om levenslang te leren? Dat zijn de vier vragen, denk ik, waarvan men
vanuitgegaan is. En dan zijn er daar 14 clusters uitgekomen. En ik denk toch wel te herinneren dat die clusters eigenlijk op die avonden al aangebracht werden. Dat die niet ontstaan zijn uit wat de mensen allemaal gezegd hebben, maar dat die eigenlijk op voorhand aangebracht werden. En dan kijk ik nu naar de cijfers die we dan gekregen hebben. En ja, ik vind het eigenlijk moeilijk, of alleen mijn vraag is eigenlijk van hoe moeten we dat nu interpreteren? Want dat zijn eigenlijk volgens mij 14 heel belangrijke clusters. De meest populaire, zal ik maar zeggen, is de zelfkennis en de persoonlijke ontwikkeling, waarvan 1 op 3 mensen dan deze belangrijk lijken te vinden. En van daaraf gaat het naar beneden. 1 op 4 mensen, 1 op 5 mensen. Sommige dingen zijn maar 1 op 20 mensen. Die basiskennis, als ik de cijfers goed lees, is maar 1 op 20 van de deelnemers die dan die basiskennis belangrijk vindt. Ik ga nu bijvoorbeeld eens kijken naar de cijfers van kennis, het gebruik van talen, omdat dat iets heel concreet is. Dan zien we dat de procent van de bijdrage 18,6% is, dus net geen 1 op 5 mensen. En als we dan die analyse gaan doen van die 18,6%, dan komen we eigenlijk bij heel lage percentages uit. Dan denk ik bijvoorbeeld aan het debat dat we voeren rond het secundair, rond de hervormingen. En dan zitten we met de tweede en de derde graad te discussiëren van oké, moet taal nu een aparte cluster zijn? Ja, dan nee. Dan denk ik, ja, op basis van deze procenten, denk ik, ja, hoe moet ik dat nu begrijpen? Dat het lijkt uit die procenten dat dat dus helemaal niet zo belangrijk is. En bijvoorbeeld spelling, 0,3% van de mensen heeft daar iets mee gedaan. De cijfers, het is eigenlijk echt een open vraag van hoe moet ik dat nu eigenlijk echt interpreteren? Want ik vind ze eigenlijk laag. Dat kritisch denken, dat out-of-the-box denken, is ook zoiets. Oké, 10% vindt kritisch denken heel belangrijk. Dat out-of-the-box denken, dat problemen te oplossen denken, dat eigenlijk overal terugkomt, dat komt dan op 3,8, 2,7%. Ik vind het moeilijk om daar een waardeoordeel van te geven. Dus graag daar een beetje meer duiding over. Dank u. Collega Genet. Dank u wel, voorzitter. En dank u wel ook aan de scholieren en uiteraard ook aan Hade voor de deskundige presentatie. Ik vind de invalshoek van Le Vuur, die kenden we al ondertussen. We hebben die zelf ook mee mogen presenteren voor de commissie. Dus daar hadden we ons al wel wat kunnen doorworstelen. Maar ik vind de invalshoek van de scholieren ook wel bijzonder origineel en ook wel vrij volwassen eigenlijk. Omdat ik ervan uitga dat die 6 clusters... Dat effectief aansluit bij de leefwereld van jonge mensen. Maar als ik naar mezelf als niet meer zo jonge mens kijk, dan vind ik dat ook de 6 essentiële elementen waar je je goed in moet voelen, wat je de basiskennis rond moet beheersen en om een sterk en kritisch persoon te zijn. Dus ik vind dat daar veel inzicht achter schuilt in... Wie zijn mensen zelf? Wie moeten ze worden? Hoe moeten ze gevormd worden? En wat is hun relatie tot de samenleving? Ik heb eigenlijk 2 heel concrete vragen. 1 voor Hade en eentje voor de scholieren. In het maatschappelijk debat hadden we 13 clusters. Nu in de presentatie is er eigenlijk een 14e aan toegevoegd, basiskennis. Ondertussen zijn we ook geconfronteerd met de hervorming van het secundair onderwijs, althans de conceptnota's daar rond. Ze heet nu overigens modernisering, dus ik pas mijn taalgebruik een beetje aan. Maar daar heeft men eigenlijk een interventie gedaan, ook in de eindtermen, die de eindtermen eigenlijk voor een stuk, laten we zeggen, gradifieert of in gradatie brengt, van basisgeletterdheid over de eindtermen zelf tot uitbreidingsdoelen. Ik zelf ben daar geen voorstander van, omdat ik vind dat de eindtermen minimumdoelen moeten zijn en blijven. En dat uitbreidingsdoelen uiteraard moeten nagestreefd worden in de feiten, in de klaspraktijk, via maatwerk en via stimuli. Op maat van de talenten en engagementen van de leerlingen zelf. Maar mijn vraag is eigenlijk heel concreet. De basiskennis die hier is ingeslopen als 14e cluster en die initieel niet in het debat zat,
Heeft dat verband met wat men ondertussen vanuit de regering in conceptnotas secundair onderwijs heeft gegoten? Misschien aansluitend op wat collega Krekels daarnet zei, bij de persconferentie daarstraks heb ik zelf ook het voorbeeld gegeven van een ouder gisteren nog, die tegen mij zei, ja, eindtermen, actualisering, modernisering. Maar voor mij bijvoorbeeld moet mijn kleine deftig kunnen rekenen en zonder fouten schrijven aan het eind van zijn schoolcarrière. Maar dat soort minimumdoelstellingen, ik denk dat mensen ervan uitgaan dat dat sowieso gekend moet zijn. En dat als je maatschappelijk debat organiseert, dat mensen heel erg geneigd zijn om toe te voegen waar ze vandaag ja te zien. En dat zal ook wel aan ons en deze commissie zijn van hoe bewaren we toch wel een goed evenwicht tussen de evidenties, ook in de hoofden van mensen, de evidenties die al in de huidige eindtermen zitten, en wat voegen we dan toe en wat is inderdaad modernisering of aangepast aan de huidige maatschappelijke realiteit. Maar dat was eigenlijk geen vraag, voorzitter. Dat was een aansluiten bij de collega. Mijn tweede vraag aan de scholieren is, heeft verband met de cluster met beide voeten in de wereld. Dat is een cluster die jullie zeer erg benadrukken, die ik ook zelf zeer relevant vind, omdat ik denk dat ons onderwijs niet alleen talenten voor de economie moet opleiden, maar ook kritische en krachtige burgers voor onze samenleving. Maar vandaag zitten heel veel van die eindtermen in de vakoverschrijdende eindtermen, dus in de voeten. Ik weet niet of jullie zo diep gegaan zijn dat jullie zich daarover ook gebogen hebben, omdat heel veel van die voeten, bijvoorbeeld burgerschap, bijvoorbeeld EHBO en zo, die zijn niet echt toegewezen aan één vak en die zitten dus nogal verspreid over de curricula en over de vakken en worden ook niet altijd, dat is hier gebleken uit een verslag van de inspectie, worden ook niet altijd overal even doelmatig bereikt of gehaald, zal ik zeggen. En mijn vraag is eigenlijk vrij concreet. Je hoeft daar niet heel veel onderwijstechnische kennis voor te hebben, maar concreet van, staan jullie open of hebben jullie het gevoel dat de scholieren baat hebben of vragende partij zijn voor een specifiek vak met al die verschillende aspecten van in de wereld staan, eerder dan een generiek beleid, vakoverschrijdend beleid, dat verbonden is aan het pedagogisch project, maar minder misschien in één vak zijn plek heeft. Ik heb zelf ook enkel en alleen vragen ten aanzien van de scholierenkoepel, omdat ik geen leerling ben die bevraagd geweest ben. Hè. En dat het voor mij niet helemaal duidelijk is hoe dat ik een aantal outputs moet begrijpen. Hè. Ik heb de 6 items mee overlopen. En jullie geven dikwijls aan dat jullie zeggen, ja, het moet meer dichter bij de praktijk staan. Het moet vertrekken vanuit ervaringen of dicht bij onze ervaringen zijn. De manier waarop dat de dingen aangebracht worden, moet veranderen. Wij stellen heel duidelijk dat we, als we het hebben over eindtermen, dat wij het hier in het parlement dan vooral willen hebben over het wat. Wat moeten leerlingen leren op school? Maar hoe dat gebeurt, daar willen wij de vrijheid laten aan het onderwijsveld om daar een invulling aan te geven. Wat voor mij niet duidelijk is, en ik hoop dat je ons daarin kan helpen, dat is het zo dat jullie ervaren dat de eindtermen vandaag onvoldoende competentiegericht geformuleerd zijn, waardoor dat er te weinig aandacht is voor vaardig worden in een aantal dingen en een juiste attitude aannemen. Jullie zeggen, we moeten kunnen omgaan met stress. We moeten leren praten over een aantal dingen. We moeten leren luisteren naar elkaar. Dat is een bepaalde attitude die je moet aanleren. Is het dat ontbreekt, die
En is er te veel nadruk op het overdragen van kennis? En ontbreekt dus de twee andere elementen van het competentiegericht werken binnen onderwijs, dus die vaardigheden en die attitudes bijbrengen bij leerlingen? Is het dat wat jullie vooral als een tekort zien vandaag? Of gaat het over de manier waarop dat leerkrachten vandaag de eindtermen trachten te bereiken? Want dat is natuurlijk het luik van het hoe. Hè. En als jullie het aangeven, dus als jullie zeggen van ja, de LO-les, dat is de hel waar dat vele leerlingen door moeten, gaat het dan over de manier waarop dat aangepakt wordt door de leerkracht? Of gaat het dan echt over die eindtermen die vandaag te eenzijdig geformuleerd zijn en die we veel competentiegerichter moeten uitwerken naar de toekomst toe, waar dat ook die attitudes en die vaardigheden moeten inzitten? En dat is voor mij nu niet duidelijk, omdat we goed moeten weten, die elementen die jullie aanreiken, die de indruk geven van hier gaat het over het hoe, gaat het over het hoe, of gaat het toch wel over de manier waarop dat de eindtermen geformuleerd zijn? Dat is een vraag die ik wil voorleggen. En dan geef ik graag het woord terug aan jullie. Ik weet niet wie dat de spits wil afbijten. Harderwijk? Ja. Informatie rond, als ik het goed begreep, rond de informatie die ze hadden rond de eindtermen. Ik denk, we hebben heel duidelijk een brede vraag gesteld, die gewoon de basisvraag was van, ja, gegeven de maatschappelijke ontwikkeling, wat vinden jullie eigenlijk van leersbelangen? Wat is er voor jullie nodig dat er kan, dat op school moet geleerd worden? We hebben geen mini cursus eindtermen, ik denk, gegeven. We hebben wel op de website informatie rond eindtermen gegeven, verwezen ook naar de website van het departement. Op de nachten lagen er wel voorbeeld eindtermen ter inspiratie op tafel. En hier in het Vlaams Parlement, op het onderwijsfestival, was er een eindtermenbuur met bestaande eindtermen. Dus er is ergens wel een indicatie gegeven van wat dat eindtermen waren, maar we zijn met een, en ik denk dat dat niet wenselijk en niet haalbaar is in een maatschappelijk debat, om met de kennis van de gedetailleerde kennis van wat dat eindtermen precies zijn en de huidige situatie daarvan, om die mee te geven. Dat hebben we niet gedaan. De oefening die waar u natuurlijk naar verwijst, is van, ja, het is wel boeiend om te zien van wat dat mensen aangegeven hebben. Waarschijnlijk staat daar ook al een heel deel in de huidige eindtermen. En ik denk dat dat klopt, maar ik ben geen expert. En ook een oefening die men binnen het departement aan het maken is, om van daaruit te vertrekken. Maar dat was niet de uitgangspunt of de basisvraag eigenlijk voor het maatschappelijk debat. Allee. Ik weet niet of dat voldoende antwoord is op uw vraag. Ja. Of dat jullie daar nog iets anders op willen toegeven. Ja. Dan nog een vraag van mevrouw Krekels rond de cijfers, hè, want dat is inderdaad wel een belangrijk gegeven. In die zin is het heel belangrijk om in te zien dat we hebben zelfs daar zwaar afgewogen in welke mate we die cijfergegevens op die manier zouden vrijgeven. Omdat we hier heel duidelijk een onderscheid moeten maken tussen een onderzoek, een klassiek onderzoek, en een maatschappelijk debat. En dit is een maatschappelijk debat. Wat betekenen die cijfers dan wel? En we hebben daarin transparant willen zijn, dus het toch gerapporteerd. Dat betekent dat we op die manier tonen hoe dat we met dat materiaal aan de slag gegaan zijn. Ik heb daar straks al kort iets over gezegd. Dus die cijfers die daar op bladzijde 20 in het rapport staan, zijn puur en alleen de analyse van het materiaal dat uit die 50 dagen komt. Dat is al één ding, dat is al belangrijk. Dat wij dus stuk per stuk bekeken hebben en daar codes aan hebben toegekend. Codes die dan thema's zijn, inhoudelijke codes, die we dan samengebracht hebben tot die aantal clusters. Een ander iets wat belangrijk is daarbij te vermelden, is het feit dat natuurlijk dat een open vraag was die... wat betekent dat mensen maar inderdaad die dingen genoemd hebben die voor hun
relevant waren. Hè. Dus er zijn mensen die, er zijn een aantal mensen die iets over spelling gezegd hebben, maar inderdaad, als je kijkt naar de hoeveelheid, waren er dan niet zoveel. Wil dat zeggen dat die anderen die daar niks over spelling gezegd hebben, dat niet belangrijk vinden? Dat denk ik niet. Hè. Dus het was daar eigenlijk vooral zoeken naar, ja, wat noemen mensen spontaan als we die vier vragen die we gesteld hebben stellen, als inhouden, als antwoorden op wat moeten we leren. Wat een andere vraag is, van, ja, wat vinden, allez, als je een reeks hebt, wat vinden belangrijk? In die zin wil ik ook die 14e cluster duiden, en ik is van basiskennis. We hebben daar die dingen geclusterd waar dat het ging om blokken tekst, om het zo te zeggen, input die we kregen op de website, waar dat effectief het woordje basiskennis bij stond, maar eigenlijk niet meer dan dat, hè. Dat moet een basiskennis zijn. Of die keren waar dat we lijstjes zagen van 5, 6, 7 vakken. Hè. Een basiskennis, wiskunde, Nederlands, Frans. Hè. Waar dat je op die manier verder weinig extra informatie hebt. Hè. Dus vandaar dat ja, op zich een relatief beperkte hoeveelheid is. Waar dat we dan effectief ook in de... op de nachten, want u verwees er ook naar. We hebben inderdaad diezelfde clustering gebruikt om in de nacht het gesprek aan te gaan, waar we op de nacht effectief gevraagd hebben van oké, als je kijkt naar die cluster, wat vinden dat er zeker wel in moet? Hè? Wat vinden dat er niet in moet? Dat niet was een heel moeilijke vraag. Ik denk dat u dat zelf heeft mogen merken. Hè? Dat is niet zo evident om dat te doen. Om daar eigenlijk dan een stukje relief in te krijgen van wat dat daar aan de orde is. En dan hebben we daar ook wel... ik denk dat daar regelmatig wat sprake is van... Op zich, basiskennis is belangrijk. Burgers, en dat hebben we toch gemerkt in het gesprek, hebben moeite om dat heel concreet te maken. En kijken dan, denk ik, naar technici en naar specialisten ter zake om dan te bepalen waar die basiskennis start en wat dan het minimum is voor iedereen. Hè. Is dat voor u voldoende antwoord? Dus in die zin, denk ik, moet je kijken naar die cijfers rond dat materiaal van de 50 dagen. Maar het is zeker ook relevant om te kijken naar het stuk van de nachten, waar dat we rapporteren per cluster van ja, wat kwam dan bovendrijven over wat wel en wat niet. En zo zag je bijvoorbeeld hè, die rond die zelfredzaamheid. Is een van de dingen dat ik zeg van op zich uit de 50 dagen kwam dat sterk naar voren. In de nachten werd dat duidelijk genuanceerd of werd dat duidelijker een vraag rond ja, moet de school dat doen? Dus daar krijg je dan weer wat extra input. Ja. Ik begrijp het juist dat het percentage dat eigenlijk in de studie staat, niet is het aantal mensen die dat hebben aangegeven, maar van alle dingen die werden aangegeven, is er bijvoorbeeld 32% dat over die zelfkennis ging. Ja. Ja. Dus die percentages gaat inderdaad over het aantal inhoudelijke inputs die we gekregen hebben ten aanzien van het geheel. Ja. Vragen voor de scholierenkoepel? Ja, mevrouw Brussel, u zei dan, uw vraag was hoe we dan hetgeen wat de leerlingen ons hebben gezegd om zouden zetten in of een lesdoelstelling of een pedagogisch project. Ah, sorry, dan heb ik het fout begrepen. Ja, excuseer, ik zal het nog eens verduidelijken. Er werd dus gevraagd naar ja, wat moet voor jullie, wat is van leersbelang en wat moet voor jullie in de eindtermen zitten. Maar is er uitgelegd dat eindtermen moeten kunnen omgezet worden in concrete lesdoelstellingen? Want sommige zaken zijn makkelijk om te zetten in een concrete... Als u een lesvoorbereiding moet maken, moeten die daarin kunnen? Ja. Dus ik ben eigenlijk met mijn vraag een beetje aan het peilen in hoeverre dat met dit project, dat leerkrachten, als ze dit zien, zeggen van... ja. Als dat eindtermen worden, kan ik daarmee aan de slag. En dus, zoals mevrouw Helzen ook gevraagd heeft, het verschil tussen de inhoud, de concrete inhoud, en iets dat een heel ander concept is, namelijk hoe je de zaken aanbrengt en wat het algemener kan zijn, of de voeten, dat was mijn vraag. Of dat uitgelegd was in de beginsituatie. Maar ja, voor alle duidelijk, het gaat hier niet
Want eigenlijk over het instrument. Dus de vraag waar jij het over hebt nu, gaat over het instrument eindterm. De functie. Hoe dat het kan gebruikt worden, hoe dat het dan moet geformuleerd worden, dat is niet het voorwerp geweest van het maatschappelijk debat. Er is enkel gevraagd aan de mensen, wat wil je inhoudelijk dat leren? Maar dat is iets anders dan hoe dat je het moet formuleren, zodanig dat het als, voor een leerkracht kan gebruikt worden als doel. Dat is een heel andere benadering van het aspect eindterm. Dat gaat over hoe ga je het instrument inzetten. En dat is een andere oefening die wij als commissie wel moeten maken, maar waarvoor dat we geen input gevraagd hebben aan de scholierenkoepel, geen input gevraagd hebben aan Le Vuur, maar waarvoor dat we wel het onderzoek hebben van Simons en Kelchtermans, die daar een hele analyse hebben gemaakt. En dat is materiaal dat we kunnen gebruiken om dat specifieke debat te voeren. Ja, maar dat was niet mijn vraag. Mijn vraag was of dat de participanten, of dat die eigenlijk over de inhoud, als men moet zeggen, wat moet er geleerd worden op school, ja. Met de bedoeling om naar eindtermen te gaan, of dat eigenlijk die beginsituatie duidelijk was voor iedereen. Dat was nee, mijn vraag. U bedoelt of wij hun de eindtermen echt hebben voorgeschoteld en hebben gezegd, kijk, dit staat er al in. Want dat... Ik kan misschien proberen te antwoorden. We hebben altijd heel duidelijk vertrokken van de vraag, wat willen jullie leren? Want voor leerlingen, eindtermen op zich is niet zo duidelijk voor hen. Velen kennen die term ook niet. Dus we hebben het simpel gehouden en we hebben gezegd, wat zouden jullie willen leren op school? En als ze naar de hoe gingen, want die twee hangen natuurlijk heel veel samen, als je iets wil veranderen aan de inhoud, moet je vaak ook iets veranderen aan de manier waarop er les wordt gegeven, hebben we dat zoveel mogelijk proberen terug te sturen richting die wat-vraag. Maar natuurlijk is dat niet volledig. Zijn de twee een beetje door elkaar beginnen lopen en zijn er ook bepaalde aspecten die we aanhalen die inderdaad ook al richting die, het antwoord op die hoe-vraag gaan. Oké. Okay. Ja. Dan ga ik me adresseren tot mevrouw Eugenie. Maar mevrouw Brusseli mag ook gerust even luisteren. Mevrouw Eugenie, dank voor uw antwoord alszins. U hebt aangehaald dat wij de cluster met beide voeten in de wereld vooral benadrukt hebben. Ik wil u vooral duidelijk ook benadrukken dat alle zes de thema's even belangrijk zijn voor ons. Het kan zijn dat dat aan mijn zware stem ligt, ik weet dat niet. Maar u hebt dan ook gesproken dat er bij onze bevraging ook vaak ook eindtermen die reeds bestaan, dat een beetje matcht. En op zich vinden wij dat wel een goed concept, omdat we zoiets hebben van, ja kijk, het wordt bevestigd dat die huidige eindterm wel voldoet aan de huidige maatschappij of aan de huidige normen die jongeren vandaag stellen. En ja, uw vraag rond de voeten. Op zich, ja, dit zijn op zich allemaal voeten natuurlijk, maar we willen ook niet dat alles in voeten wordt gegoten. Zo vinden we het ook zijn er bepaalde onderwerpen zoals burgerschap veel te belangrijk om dat aan één leerkracht toe te wijzen. We zijn vooral akkoord om dat ook aan bepaalde onderwerpen aan meerdere leerkrachten toe te wijzen. Dat er niet de druk alleen op één leerkracht wordt gecentraliseerd. En de samenhang daarvan, of was dat uw vraag niet? Ja, het is zo'n beetje, dat is zo'n beetje wat ik hier opgeschreven heb, maar ik wil ook vooral benadrukken dat, ook aan mevrouw Brusseel, voordat wij eigenlijk aan het eindtermendebat begonnen zijn, samen met Mona, wisten wij totaal niet wat de eindtermen waren. Juist hetzelfde als al de 17.000 scholieren die aan dit inspraakproject hebben meegedaan. Wij hebben samen met de Vlaamse scholierkoepel 17.000 scholieren kennis laten maken met de eindtermen. We hebben hun eigenlijk hun mening gevraagd over wat willen jullie eigenlijk nu in de toekomst dat jullie kinderen, jullie kleinkinderen eigenlijk gaan leren. Dus naar onze mening is dit project wel zeer goed geslaagd en hebben we eigenlijk jongeren dichter, een stapje of een grote stap, dichter bij het onderwijs gebracht. Dank u wel. Als er nog vragen zijn, mevrouw Gené. Ja. Dank u wel. Misschien nog heel even terug inpikken ook op uw vragen, mevrouw Gené, over die basiskennis. Ik denk dat ik het stukje technisch verhaal daar geduid heb met hoe we het berekend hebben of hoe dat we het samengelegd hebben, hoe we het geanalyseerd hebben. Ik vind het wel nog belangrijk om te benadrukken dat op zich, en dat hebben we wel altijd opnieuw sterk proberen te benadrukken, de vraag altijd wel
bracht is naar wat voor iedereen, voor alle kinderen en jongeren, onafgegeven van niveau of studiekeuze. Hè. Dus het feit dan dat je een stuk aangeeft van ja, er zijn zeker vanuit wat mensen missen, maar wel vanuit telkens opnieuw de vraag, vindt dat dan wel effectief essentieel dat dat binnen een school wordt meegegeven? Dus niet zomaar gratuit een opsomming van dingen die ook wel interessant zouden kunnen zijn. Dus in die zin denk ik dat je die basiskennis, ook binnen die clusters gaat het in essentie over basiskennis, zo door burgers verwoord eigenlijk. Ja. Oké. En er is geen link met wat men dan in de conceptnota hervorming secundair naar voren geschoven heeft? Dat staat er volledig los? Dat zit daar los van. Ja. Okay. Goed, dank u wel voor al het materiaal dat jullie aanleveren. Daar staat ons heel wat werk te verrichten nu. En wij zullen jullie te gepaste tijden op de hoogte houden van wat deze commissie met jullie prachtig werk verder aanvangt. Heel erg dank, ook collega's bedankt om hier samen toch te luisteren naar de toelichting en te bekijken op welke manier dat we er verder mee aan de slag kunnen. Ik denk dat we voor vandaag kunnen afronden en volgende week zien wij elkaar terug. Maar vooraleer dat wij helemaal afsluiten, eerst nog regeling van de werkzaamheden om de volgende week verder voor te bereiden. Dank u wel.